Hey iedereen, ik ben Bo van Lazy Plants en in deze video laat ik zien hoe ik beestjes met beestjes bestrijd. Let's go! Dus, die nuttige insecten. Die zijn eigenlijk niet zo eng als dat je zou denken. Ik heb er redelijk wat opzoekwerk over gedaan, ook voordat ik eraan begon. En ik heb het een paar keer geprobeerd en eigenlijk heeft dat mij zoveel rust gegeven dan met al die sprekers en huishoudmiddeltjes op mijn planten te zitten helikopteren. Dus ik was eigenlijk super blij. In botanische tuinen wordt het ook gebruikt, dus waarom niet thuis? Deze beestjes blijven ook langer leven. Zolang ze voeding hebben, blijven die leven en planten die ook voort. Je hebt er gewoon geen last van. Je bent ook niet constant bezig met die sprays. In deze video ga ik twee nuttige insecten bespreken en dat zijn de aaltjes, of stenema genoemd, of gaasvlieglarven, ook wel grisoppa genoemd. Ik begin met de aaltjes. Dat is het makkelijkste en eigenlijk ook het bekendste. Ik heb een pakketje van de post. Hier zitten de aaltjes in. Die ga ik uitpakken en ik ga het aan jullie tonen. Simpel en easy as it is. Dit is een pakketje van biogroei.be. Ik werk heel graag samen met hun. Ze versturen snel, ze geven goede uitleg en hun verpakkingen zijn aangepast aan de temperaturen. Dus de aaltjes zijn voor 10 vierkante meter. Maar waarom gebruik ik die aaltjes eigenlijk? Ik gebruik deze vooral voor de rauwmuglarven. Ik word zot van die vliegjes, die vliegen overal en die larven die blijven maar aan mijn wortels vreten. Dus deze is super effectief. Dus als je het doosje hebt opengedaan, zie je een zakje van aaltjes voor 10 vierkante meter en een gebruiksaanwijzing. In de gebruiksaanwijzing staat ook met hoeveel water je de aaltjes moet mengen. Hiervoor gebruik ik meestal een maatbeker. Zoals je ziet heb ik het al voorbereid, omdat het ook voor iedereen anders is. Wat wel een must is, is dat je de aaltjes in één keer gebruikt. En dan is het gewoon roeren, omdat ze nogal durven bijeenklonteren. Als het allemaal klaar is, dan gebruik ik dus terug de maatbeker. En dan gebruik ik de grote pot voor af te meten hoeveel ik nodig heb. Meestal doe ik er iets meer in. En je kan ook nooit te veel gebruiken, want dit is niet schadelijk voor je planten, ook niet voor ons en ook niet voor de huisdieren. Het enige wat we nu nog moeten doen is ons mengseltje in de gieter doen en dit verdunnen met proper water. En als we met dit klaar zijn, dan kunnen we naar de plantjes. Er is wel iets waar je op moet letten. Dus als de potgrond te droog is, wat dat bij deze het geval is, dan moeten we wel extra water geven en zien dat de potgrond eigenlijk vochtig is. Want als we dit gebruiken met de aaltjes, gaan de aaltjes geen kans krijgen om naar de bodem te gaan en hun ding te doen en kunnen ze sterven. Dus zeker checken of je planten genoeg water hebben gehad. En als dit het geval is, dan kunnen we verder met de aaltjes. Dus de aaltjes is eigenlijk hetzelfde als water geven. We geven rondom goed water, zodat de aaltjes zich goed kunnen verspreiden. Niet bang zijn om te veel te geven, want dat gaat niks doen aan de plant. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dus dat was de toepassing van de aaltjes. Dus super simpel, rouwseltje maken. En in de plantjes gieten. Dus als volgende heb ik de gaasvlieglarven, grisoppa genoemd. En hier ga ik ook een toepassing van doen en laten zien hoe dat die beestjes er eigenlijk uitzien. Want bij de aaltjes zie je eigenlijk niks. Alleen dat het zo wat poederachtig is en dat je dat in water moet doen. Je ziet niks leven, maar bij de gaasvlieglarven zie je dat wel. En dat is misschien iets trickier, maar die werken wel voor veel meer plagen als de aaltjes. Dus, we gaan beginnen. Net
zoals het vorige pakketje is dit ook van Biogroei en wordt meegeleverd met een cold pack. Het verschil is dat de larven in een strooikoker zitten samen met boekweitschilfers en voeding voor tijdens het vervoer. Het zijn 1000 larven en er zit ook een vervaldatum op. Wat ik eerst doe is goed schudden voor ik deze ga gebruiken. Maar waarvoor dienen deze larven nu? Ik gebruik deze voor bladluizen, trips, pint, witte vlieg, wollas en ze kunnen zelfs gebruikt worden tegen kleine rupsen. Dus hier heb ik een beetje uitgestrooid en hier zie je al eentje kruipen, echt heel klein. En hoe meer dat je schudt, hoe meer dat die kleine beestjes zich gaan voorbewegen. Maar als je ze op de planten zet natuurlijk, gaan ze direct aan de slag. Iets gemakkelijker als de aaltjes. Deze moeten dus gewoon strooien op de plant. Dus goed op de blaren strooien, zeker genoeg. En het is niet erg dat deze in de potgrond vallen. Die vinden hun weg wel. Dus voor het eerst gaat er misschien nog niks zien. Alleen de overschot. En in de potgrond kun je heel soms zo de beestjes al zien kruipen. Soms heel moeilijk om ze te vinden, maar hier heb ik een larve die al aan het werk is. Dus die ga ik rustig laten doen. Dus dit waren de gaasvlieglarven of de chrysopa. Zoals je ziet eigenlijk helemaal niet zo eng. En ze doen redelijk veel. Dus waarom niet gebruiken? Super simpel, allebei eigenlijk super simpel. Dus ik wil zeker Biogroei nog eens bedanken voor mij de kans te geven om deze twee ideale nuttige insecten te laten zien. Dus ik hoop dat dit een interessante video is geweest en dat ik jullie een beetje geholpen heb met de keuzes en voor toch misschien over te stappen naar de nuttige insecten. Zeker de site checken, ik laat een link in de beschrijving van biogroei.be. Dus als dit een interessante video was, vergeet dan zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal, zou me echt helpen. En dan zie ik jullie volgende week zaterdag bij een nieuwe video. Bye!